Ingrid Alexandra wordt ooit koningin van haar land, net zoals onze prinses Elisabeth. En dus heeft ze voor haar 18e verjaardag allemaal jonge prinsen en prinsessen uitgenodigd, die ook ooit koning en koningin van hun land worden. Het is de eerste keer dat die troonopvolgers samenkomen op een koninklijk feest. Ingrid Alexandra was heel blij dat ze allemaal naar haar feest zijn gekomen. I would also like to thank all of you who have traveled from all over Europe and the US to be here today. I really appreciate you taking the time to come to Norway for this celebration. Prinses Elisabeth is er samen met haar mama, koningin Mathilde. En de dresscode is niet zo simpel. Het moet allemaal heel chic. Mannen komen in een pak en prinsessen moeten een tiara op. Dat is een soort diadeem die prinsessen pas mogen dragen na hun 18e verjaardag. Elisabeth draagt een tiara die ze voor haar 18e verjaardag gekregen heeft van haar ouders, koningin Mathilde en koning Philip. De gasten moeten ook een lint boven hun kledij dragen om te tonen bij welke orde of club je hoort. Dat van Elisabeth is het paarse lint van de Leopoldsorde, de belangrijkste orde van ons land. En dat lint moet verplicht over de rechterschouder om te eindigen aan een grote strik op de linkerheup. Bij de Leopoldsorde hoort ook een ster die ze op de linkerkant van haar jurk moet vastmaken. Het is de eerste keer dat we Elisabeth zo te zien krijgen, maar zeker niet de laatste. Want ze hoort nu echt bij het groepje van belangrijkste koningskinderen van Europa. De video heb je gecheckt, nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.